de regulering van dat water uit de koloniezone naar de Eswarinezone, dat moet op gaan komen. En dat het water de toevoer mag hebben naar alle plantage-irrigatie. Want wat zie je gebeuren? Bijna wil ik zeggen dat Coroni in de toekomst een landbouwprobleem gaat hebben. Omdat tot nu toe we afhankelijk zijn van de seizoenen. Hè? In de kleine droge tijd, in de grote droge tijd, dan kan haast niemand telen. Kijk, dat heeft ervoor gezorgd dat we in Coroni, of bijna landelijk, hè, een banaanprobleem heeft. Een tekort aan banaan. Want in deze twee seizoenen, het is een plant dat vocht nodig heeft. Wanneer het niet regent en aangezien dat water geen toevoer heeft naar de irrigatie toe, zodat het doorgestroomd kan worden naar die plantages, dan zie je een sterke achteruitgang in de kokoscultuur in haast alle gewassen. Dat heeft ook parten gespeeld dat de rijstbouw is gaan doen? Niet anders. U zegt het is een waterplant. Het heeft water nodig. En dat heeft gemaakt, en dat heeft ook nog gemaakt dat de boeren vandaag de dag in een schuldenlast zitten. Vaak is het dambrie coupures of overtollig aan water. Dus zoals ik het eerder zei, een instituut voor waterschappen, die dingen moeten komen. Ja, zodat de boeren de zekerheid hebben om te gaan telen. Want als je nu zou gaan telen, ga je planten in onzekerheid. En dat mag niet het geval waterbeheer zijn. Waterbeheer moet goed on place gebracht worden. Niet anders zoals het in Nikeri gesteld is.